chess, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Wij zijn een voorziening voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel of fysieke beperking. Wij richten ons op 3 pijlers: wonen, werken, vrije tijd. Dus dat wil zeggen dat wij zeer intensieve ondersteuning bieden van 24 op 24 in ons tehuis tot begeleiding aan huis, zowel op inhoudelijk vlak, dus praktisch vlak, administratie, tot enkele uurtjes per maand zelfs voor een coördinerende rol. Wij bieden dan ook dienstenchecks ondersteuning aan, dus aan de hand van dienstenchecks kunnen mensen hulp krijgen binnen het huishouden, strijken enzovoort. De mensen krijgen een rondleiding waar dat wij alle werkvormen laten zien. Dus zowel het dagcentrum waar dat de activiteiten doorgaan als de tehuizen. En dan krijgen zij de uitleg per ondersteuningsvorm. En dat gaat aan de hand van voorbeelden, dus van casussen. Waar dat zij dan kunnen zien van die persoon heeft deze bepaalde beperking. Hoe gaan wij als personeel daarmee om? Zodat zij toch zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren. En daarnaast krijgen zij dan ook uitleg via folders en een PowerPoint-presentatie. Give me one good reason why I should never make a change. We doen vandaag mee aan Dag van de Zorg, omdat wij bekendheid willen verwerven, dus bij mensen met het hersenletsel, maar ook zeker bij hun familie of hun netwerk. En ook om toekomstige werknemers, studenten en zeker vrijwilligers ook aan te trekken, omdat elke helpende hand natuurlijk welkom is om de zorg op maat te kunnen bieden die we nodig hebben voor de mensen. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.